Welkom bij deze tweede bijeenkomst van K-Buurt Samen Doen. Het is een vervolg op de eerste bijeenkomst die op 6 juni is geweest. En er werd gezegd van ja, maar we kennen eigenlijk niet iedereen. Stadsdeel, zouden jullie niet een netwerkbijeenkomst willen organiseren? Er moet een betere relatie ontstaan, er moet vertrouwen zijn en er moet respect zijn. Het moet geen strijd zijn. Dus daarom vraag ik nogmaals aan de ambtenaren, aan de bewoners, de platform, iedereen die hier aanwezig is, zeg het voort. Geef elkaar, reik elkaar de hand, bouw met elkaar, verenig je, want samen staan we sterk. Heel veel kansen. Heel veel kansen hier. Nummer 1 is de aanwezigheid. Mondige bewoners, bewoners met heel veel ideeën, bewoners die heel veel willen gaan doen, ze hebben tijd en energie. Om iets te betekenen voor de buurt. Wat zou uw vraag zijn? Dit is een netwerkbijeenkomst, dus wat zou uw vraag, verzoek, aanbod zijn aan het netwerk? Ook het samenwerken, want dat is heel belangrijk. Is dat we samen van alles doen. Nu hoor ik dat er veel meer partijen zijn, net als met huiswerkbegeleiding. Ik hoor er zijn veel meer. Nou, ik denk als we samen de handen ineen sluiten, dat we het veel beter kunnen aanpakken. Met elkaar. Ik ben als burger zelf actief. Ik ben niet aangesloten bij een organisatie. Ook ben ik een ondernemer. Maar je hoeft niet per se een ondernemer te zijn om zelf uit jezelf te ontwikkelen. Je moet eerst de actie zelf ondernemen. Als het niet lukt, dan kunnen we altijd de hulp vragen aan de gemeente of organisatie die actief zijn in Amsterdam. Maar probeer eerst zelf. Niet alles hoeft geld te kosten. Hij kan heel vaak zonder geld. Maar met geld is het altijd leuker om iets groots neer te zetten. Die overheid en die bewoners, die relatie gaat veranderen. Te vaak merken wij nu nog dat bottom-up wordt beleefd als we halen het op van de bottom en dan gaan we het top-down vervolgens aanbieden. Dat is niet bottom-up, mensen. Bottom-up is die bottom in kracht zetten. Het zelf laten doen. Loslaten door die overheid. Dat is een heel ander bottom-up verhaal. Want dan gaan de relaties tussen ons ontstaan, in plaats van dat de relaties naar de overheid gaan ontstaan. Raad voor de K-buurt is op dit moment zo'n beetje de verbindende factor naar alle anderen toe, vanuit het winkelcentrum uitgezien. Als er nog andere groepen zijn die ook met het winkelcentrum, de winkeliersvereniging, ja, een of andere commitment willen aangaan, daar staan we ook voor open. En vanuit de kerk zijn de jongeren dus heel erg actief bezig om bruggen te bouwen tussen communities. Wat Emmanuel Koning al zei is dat er een tijdje een periode was dat mensen uit flat sprongen omdat ze zo bang waren voor de politie. Nou is er een brug gebouwd tussen de politie en de gemeenschap. En als dat niet gekomen was, dan zouden we nu ook alleen maar dingen horen die schokkend zijn voor ons. Dus we denken dat vanuit de kerk wij heel veel te bieden hebben. En inderdaad wat ze al zeiden is, wat kunnen we voor jullie betekenen als jongeren? Want we zijn eigenlijk in het veld, weet je, we staan in het veld. En je kunt niet achter informatie komen als je vanuit buiten op zoek bent naar je antwoorden. Ik zou eens samen staan met Sander Steur, die is de manager van Albert Heijn. Maar die werd opgepiept om weer terug te gaan naar de winkel. Dus die kan nu niet iets zeggen. Maar eigenlijk wilde ik alleen maar even heel kort vertellen, want iedereen heeft van die pauze, dat er een heel leuk moment was een tijdje geleden in januari. Toen kwam de burgemeester langs op zijn kennismakingstoer eigenlijk door Amsterdam. En het leuke is dus dat de gemeente wel degelijk mooie samenwerking tot stand kan brengen. Simpelweg door af en toe mensen bij elkaar te zetten. In dit geval rondom een burgemeester. En waar ik iets kon vertellen over het Kleiklooster. Maar waar ik ook een fles bier kon overhandigen, omdat we ook een brouwerij hebben, een brouwerij Kleiburg. En Sander zat daarnaast en die dacht, ja, ik verkoop bier, zou jullie bier niet bij ons in de Albert Heijn kunnen komen? Nou, dat is eigenlijk het enige wat ik wil vertellen, dat dit soort leuke dingen inderdaad tot stand kunnen komen. En ook leuke dingen, zeg maar, ontstaan uit dit soort dingen. Ik word er een beetje stil van. Wat ik hier vanavond allemaal voorbij heb zien komen aan fantastische mensen en organisaties die daarbij betrokken zijn. Echt, ik denk dat jullie hier in de K-buurt ontzettend trots kunnen zijn. Trots op jezelf. Het leek ons als dagelijks bestuur belangrijk om vanuit de nieuwe manier van werken die we vanuit het coalitieakkoord nu hebben afgesproken, om veel meer van bottom-up te werken. Dus zeg maar allerlei bewonersinitiatieven en organisaties die er zijn, om die ook een podium te geven. Ik heb wel de indruk dat partijen nog te weinig samenwerken, dat dingen nog wel naast elkaar zijn.
dat wij als gemeente, als stadsdeel ook echt nog moeten leren hoe moeten we dat doen. Dat wij dingen ook niet altijd goed doen. Dat is niet erg. Maar dus ik zou zeggen, al die krachten die moeten meer, dat kan nog veel krachtiger naar voren komen. Maar gaat u dat van bovenaf afdwingen? Of? Nee, ik zeg, er zijn drie dingen. Wat wij moeten doen is ruimte geven. Niet de mensen voor de voeten lopen die initiatieven hebben. Twee, vertrouwen. We moeten vertrouwen geven, we moeten vertrouwen maken met elkaar. Dat we er vertrouwen in hebben. Dat zeg je hier, dat hoeven wij niet te controleren, dat kunnen jullie zelf. En ik hoop dat we ook een vertrouwensrelatie krijgen naar de overheid toe, naar het stadsdeel toe. En drie, samenwerken in die dingen. Dat zijn de drie hoofdbestanddelen hoe in de manier van werken hoe we aan de slag moeten. Welke is het moeilijkste? Het moeilijkste is altijd vertrouwen. Maar ik weet dat de overheid en de gemeente het soms ook moeilijk vindt om ruimte te geven. Omdat we zo gewend zijn om voor de burgers dingen te doen. Dat zit ons zo in de genen. Dat moeten we voor een deel afleren. Dat is ook moeilijk.